Huis ter Heide op de Huis ter Heideweg. Surveillante Patrick en Willem hebben een bericht van de centrale meldkamer. Melding dat er hout is gekapt door de gemeente. En dat er nu een particulier het hout staat in te laden. Dus dat is niet echt de bedoeling, hè? Zodra de surveillanten het bos inrijden, zien ze in de verte een Ford Escort met aanhanger staan. De 8230 over. Voertuig aangetroffen. En dan gaan we hem even aanspreken. Goeiedag. Ja. Ik heb dit met iemand afgesproken over, dus ik vind het prettig als je het even uitdoet. Ze gaan zo even vertellen wat zij aan het doen zijn. Ja, maar... Je mag even blijven zitten, hoor. Ik zou graag eens even legitimaties willen van u. Ja. Is afgesproken, maar overleg dat even. Dit is niet... Hallo, mag je even blijven? Hallo, blijf heel even zitten. Nee, ik blijf helemaal niet zitten. Als ik zeg dat je moet blijven zitten, moet je gewoon blijven zitten. Ik wil even legitimatie. Nee. Die mensen die mogen op de openbare weg filmen, dan mogen ze wel. Nee. Dus ik ben blij dat u het beter weet. Maar ik ga zo met u vertellen wat ze aan het doen zijn. Ja. Maar ze zijn gewoon ons werk even aan het filmen, dus... Joh, nee, ik wil graag even uw legitimatie. Ja, dan moet je even mee in het lichaam. Dan moet ik even mee. Ja, dat mag. Oh, dat klinkt al heel anders. Ik behandel u toch ook gewoon heel normaal? Maar goed, u heeft dit met iemand afgesproken, zeker, zegt u. En met wie heeft u dat afgesproken? Met de Biga-groep hier in Zeist. Met de Biga-groep? Zeker. Meneer Gortel. Ja. Gorsel. Ja, goed, volgens mij is dit gewoon van de gemeente. En heeft de Biga-groep daar niks over te zeggen? Die hebben dit gerooid, dus daar heb ik het mee overlegd. Oké, maar dat kunt u ook even aantonen, neem ik aan. Zeker, dat heb ik alleen thuis, zijn naam. Ik weet niet of er iemand op het adres aanwezig is die even deze kant op kan komen? Met de spullen? Maar je kan toch even mee, of niet? Nou, het is toch niet mijn probleem, het is uw probleem. We gaan weer. Nee, u blijft even zitten, want ik ben met u in gesprek. En als u niet mee... En als u niet... Zo ontzettend vreemd, man. Nee, hoor. Ja, natuurlijk wel. En als u niet... staan filmen, dat is niet gewoon zomaar. Ik heb toch net uitgelegd wat je doet? En dan moet je gewoon een ding uitdoen, want ik word er echt boos over. Luister, dus blijft, dit is... je blijft gewoon even zitten. Nee, ik ga niet weg. Ik ga niet weg. Ik word er pissig. Je gaat niet zonder te vragen iemand filmen, dat is idioot. Als jij gewoon zorgt dat je spullen in orde hebt, dan waren we al klaar geweest, ja. Ik ben even 100 meter van huis, man, doet er niet zo snel. Ja, dan bel je even iemand op die even spullen kon brengen. Dan hoeven wij niet helemaal... Het is jouw probleem. We kunnen ook naar het bureau toe gaan. Nee, want ik heb dit overlegd. Ja. Ik doe dit, dat heb ik met de Biga-groep overlegd, afgelopen week. Afgelopen week. Ik heb die meneer zijn naam en dat heb ik thuis, heb ik mijn portemonnee liggen. Dan vraag je even of er iemand thuis is die dit even kan brengen. Aanlopen met een busje, en kwamen ze aanrijden, heb ik dat mij aangevraagd. Die zeggen gewoon tegen jou, joh, is goed, mag je even meenemen. Ja, nou, ik stel een vraag, hoor. Je stelt een hele rare vraag. Dan bel je toch op als je het niet gelooft. Denk je dat ik sta te liegen hier? Bel ze op, geef mij degene maar en dan luister ik wel even of het afgesproken is. Ik heb geen nummer van die meneer, die heb ik hier. Ik heb ze nou. Dan mag u het even af gaan laden. Nee, we gaan even wat briefje halen. Nee, ik bepaal wat er gebeurt, niet u. Dat denk ik wel. Dan gaan we het even afladen. Als je gewoon even rustig en normaal doet. Wel van allemaal. Misschien kun je wel even je taalgebruik een beetje aanpassen. Ik vind het een beetje raar hoe je nou, hoe je opstelt. Ja. Kom ik even naar jou toe. Hey, een paar dingen vallen op. Ten eerste, je hebt een aanhanger bij je die te zwaar is. Als ik zo kijk, dan ligt er veel te veel op. Ja. En je hebt er ook geen rijbewijs voor. Nee, dat klopt. Ja, we laden hem eigenlijk altijd onder de 750 kilo. Dat mag. Ja. Maar ja, voor zo'n klein stukje hadden we zoiets van ja, dan... Ja. Dit was gewoon te mooi om te laten liggen. Ja. En hij heeft het wel overlegd, maar ja. Ja, maar ja, goed, dat betekent dat je dus en zonder rijbewijs rijdt. Ik mag hem niet leegmaken en meenemen. Nou, officieel mag je er überhaupt niet mee rijden. Ook als hij een laadvermogen heeft van meer dan... Dan hoort er ook een ander kenteken op te zitten. Klopt. Dat heeft hij ook niet. Dus... Nee, maar in dit geval ben ik dus waar, dat klopt. Maar ik mag hier dan, als hij leeg is, mag ik er mee rijden. Want dat hebben jouw collega's mij meerdere keren dat aangegeven. Ja. Ja, als ik iets van het is zo dat als hij meer mag als 750 kilo... Ja. En stel dat hij 2 ton mag gillen... dan is het niet aan ons om te gaan moeten bepalen hoeveel erop ligt. Maar dan kunnen we aan de hand van het kenteken kunnen zeggen... hé, kijk, het is 2 ton. Ja. En dat bij elkaar... hij is zwaarder als je auto, dus je moet een rijbewijs hebben. Ja. Dan zouden we elke aanhanger moeten gaan wegen. Ja, ja, er zit wel wat in, alleen... Ja. Ja. Ik weet niet of er ook een chassisnummer op zit. 1200 mag die. Maar, we hebben het er nog heel even over gehad. We komen aan en die staat eigenlijk nog net stil, net wegrijdend. En het is net geen openbare weg. Dus je krijgt geen procesverbaal voor. Oké. Maar rijden mag ook niet. Nee. En jullie gaan sowieso even een oplossing zoeken hoe en wat. Kijk, die meneer heb ik gedaan. Dat heb ik net u uitgelegd. En ik heb het bewust nog gevraagd. Hoe heet u? Ad van Gortel van de Biga-groep. Ja. Zo'n sigaar. Het was morgen om 8 uur. Hè, dat ik werk in Amersfoort voordat ik naar het werk ging. Ik kwam zo terugrijden en zij kwamen met zo'n open bak, zo'n witte auto van Biga Groep. En dus ik stap uit, ik vraag, ik zit er licht die auto, ik heb honden, dus ik heb mijn zoon al gezien hier.
Hij zegt, nou weet je, je mag het hebben, anders moeten wij het toch alleen maar ophalen. Nou ja. Ik zeg, nou, hij zegt, vrijdag gaan we het anders ophalen. Ik zeg, dan kan ik het donderdag doen. Vrijdagmorgen vroeg vakantie. Ja. Echt? Okay. Ik ga in ieder geval even wat opschrijven. Ik ga even overleggen met die collega. Die is iets meer thuis nog in het, dat is goed, in het hout gebeuren als wij. Ja, ik zal er maar vast aan de dag van halen. Ja. Want je zit aan je gewicht, hè? Is goed. De zaak wordt nagetrokken bij de Biga-groep, maar de aanhanger moet hoe dan ook worden afgeladen. Sla! Yo. Ja, sorry, ja. Yo. Ja, sorry, ja. Alsjeblieft. Dank u. Dit heb ik opgeschreven. Ja. We gaan nog wel even bellen met hem. Dat is goed. Puur om het even te verifiëren. Dat is goed. Dus, ik hoop dat hij niet liegt. Nou ja, goed. Nou ja, goed. Weet je, kijk, weet je waar het om gaat? Ja. Het is niet voor jou. Nee. Laten we dat voorop stellen. Nee. En je neemt het gewoon mee. En dan praten we eigenlijk over die stal. Ja, dat snap ik. Wij krijgen de melding dat je hier staat en dat dit gebeurt. En dat het gekapt is door de gemeente. En mensen die voorbij zijn gekomen vinden het vreemd. Nou ja, terecht. Ja, ja, okay. Die hebben zoiets, waarom hij wel, wij niet. Ja. Als we dan komen, ja, werk dan gewoon even mee. Ja. Doe even gewoon je ding en zeg even, joh, hoe het zit. Dan maakt het wat makkelijker. En tuurlijk is het voor ons makkelijk om iedereen maar achteraan te rijden. Omdat jij je spullen niet meeneemt. Maar als je spullen gewoon bij je hebt, dan waren we al klaar geweest. Ja. Hallo. Hey, ondanks alles. Bedankt, ondanks. Is het weer... Ja, dat is weer. Hey, bedankt. Okay, dus succes. Dit is zonder consequentie voor ons. Ja. Ja. Yes. De gemoederen zijn weer bedaard. En omdat er feitelijk niet met de beladen aanhanger is gereden, komt de bestuurder eraf met een waarschuwing.